Hey, daar zijn we met een nieuwe video. Een bouwwerk maken van satéprikkers en snoep. Wie van jullie is het meest creatief, bouwkundig en de grootste snoepkont? Ik kreeg deze soort van challenge doorgestuurd van de familie Riesebos. En ja, ik daag jullie uit om hetzelfde te doen. Je ziet hiernaast al een voorbeeld. Dit is mijn bouwwerk. Ik ga je straks laten zien hoe ik dat gedaan heb. En ja, ik ben benieuwd wat voor bouwwerken jullie tevoorschijn toveren. Dus nou, let op, daar gaan we. Je ziet hier een leeg groen papiertje. Nou ja, wat heb je nodig? Satéprikkers en snoep. Bijvoorbeeld marshmallows, Engelse drop. Maar ook tumtummetjes, winegums en ja. Nou ja, alle varianten eigenlijk. Als je er maar goed een satéprikker in kunt prikken. En dat moet wel een beetje stevig zijn en blijven. Je kunt ook gaan voor de gezonde variant. En dat kan de gezonde variant zijn dat je geen snoep gebruikt. Bijvoorbeeld klei. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor groenten. En dan zijn aardappels, komkommer of wortel. Die zijn daar ook zeer geschikt voor. Nou, je ziet het kind in de snoepwinkel. Lekker die Engelse drop op tafel gooien. En lekker die marshmallows. Ik was blij dat mijn dochter beneden bezig was met haar thuisonderwijs. Want anders was er van bouwen denk ik weinig terecht gekomen. Nou ja, je zult wel eventjes aan papa of mama moeten vragen of ze dit voor je willen kopen. Of ze mee willen werken aan dit experiment. Maar ja, je laat ze gewoon deze video zien. En dan weet ik zeker dat ze enthousiast raken. Want er zitten gewoon heel veel aspecten. Zitten er gewoon in. In dit experiment, in deze challenge. Nou, je ziet het al. Ik ga niet beginnen met de marshmallows. Ik begin met opzet met de Engelse drop. Want die is wat steviger. En ik wil graag een stevige ondergrond voor mijn bouwwerk hebben. En ik let ook direct op de kleurstelling, want ik wil ook nog wel dat het er een beetje mooi uitziet. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het is helemaal aan jouzelf om dat te doen. Verder gebruik ik vrij veel satéprikkers. Nou, ik zei het net al, een stevige ondergrond. Dat is eigenlijk hetzelfde als met een huis. Daar beginnen ze ook met het fundament. Want ja, ze willen toch wel dat zo'n huis stevig staat. Dus nou ja, dat ben ik nu ook aan het bouwen en aan het doen. En ja, je ziet het. Veel stokjes, veel verbindingen. Als ik straks dit vierkant af heb, dan zal ik de rest in versnelde weergave afspelen, want anders wordt het een hele lange video voor jullie. Maar dit kan natuurlijk ook prima met stukjes aardappel en stukjes komkommer. Dat kun je ook steviger iets bouwen. Het voordeel van de marshmallows daarbovenop is wel dat die weer wat lichter zijn. Waardoor het fundament ook niet heel veel hoeft te dragen. Maar goed, dat zul je uit moeten vinden. Het is eigenlijk een ontdekkend leren, een ontwerpend leren les. Zoals we dat noemen in het onderwijs. Want je gaat aldoende ga je ontwerpen en je gaat aldoende ontdekken van hey, werkt dit nou wel voor mij of werkt dit nou niet voor mij? En gedurende dat je bezig bent, ja, zul je misschien aanpassingen doen omdat je er tegenaan loopt van hey, dit werkt zo niet. Dit moet ik toch zo gaan doen. Dus eigenlijk hoe het ook in het echt werkt. Want als men bijvoorbeeld een nieuwe auto gaat bouwen. Dan bouwen ze meestal ook eerst een prototype. Heb je misschien wel eens van gehoord van dat woord. En dan gaan ze daar allerlei tests gaan ze daarop uitvoeren. En dan gaan ze kijken van oké, werkt dit voor ons? Kunnen we dit zo in de markt gaan zetten? Of ja, moeten we toch wat aanpassingen doen? Dat werkt ook zo met games. Weet je misschien wel als je een beetje in de games zit. Daar hebben ze meestal, dat noemen ze een beta-versie. En daar hebben ze ook testspelers voor. En die gaan eerst ja, de testversie van het spel
spelen voordat ze het gaan releasen op de markt. Omdat je anders dan loop je tegen veel te veel bugs loop je dan aan tijdens het spelen van een spel. En dan haken mensen, gebruikers, die haken dan af. Nou, je ziet hier op de foto zag je al een beetje een voorbeeld. Nou ja, ik wil je vragen om een foto te sturen van je eigen bouwwerk naar replymeesterhuip@gmail.com. En uiteraard zijn bouwwerken met ander constructiemateriaal dan dat je in mijn video ziet. Bijvoorbeeld het snoep. Maar ook satéprikkers, die zijn uiteraard ook welkom. Ja, dan gaan we zo over naar de versnelde weergave van mijn eigen bouwwerk. En dan is de video daarna ook ten einde. Ja, het gaat allemaal heel snel hier. Nu is de basis af. Komt de tweede laag die ik maak. Het idee was om 5 lagen te maken. Nou ja, uiteindelijk werden dat er 7, geloof ik. Dus hier moest ik even wat knutselen, want waren de stokjes te kort. Dus er moesten wat dropjes of snoepjes tussen. Maar uiteindelijk lukte dat ook. Komt laag nummer 3 erop. Dit is laag nummer 4. Uiteindelijk 5 en 6 in één keer erbovenop zetten. En de laatste. En dan staat hij. Nou, dat was mijn bouwwerk. Ik hoop ja, dat jullie ook aan de slag gaan. Het zij met snoep, het zij zonder snoep, maakt allemaal niet uit. Ik heb al een hele mooie foto gezien van de opdrachtgevers. Vennen, super mooi gebouwd. En ja, ik zie graag andere foto's verschijnen van jullie. Morgen weer een nieuwe London Challenge video. En ook een nieuwe video in de middag. Ik weet nog niet wat dat gaat zijn. Vandaag moet ik verder aan de studie. Het is nu 10 over half 11 wanneer ik dit opneem en om 11 uur heb ik mijn eerste online college. En ja, dan ben ik eigenlijk de rest van de dag ben ik daarmee bezig. Maar goed, morgen weer een nieuwe dag en komt helemaal goed. Ik hoop dat je hem leuk vond, de video. En ik wens jullie heel veel succes en geniet van het mooie weer. Groetjes, dat was hem.